request gekregen om net zo'n filmpje als Teske te maken van jeugdfoto's en dergelijke. Dus dat ga ik niet doen. Je ziet nu achter mij al foto's neergelegd. Ik heb ze even op volgorde gedaan. En nou, ik heb hier een foto. Toen was ik ongeveer net geboren en mijn moeder deed me in bad. Deze foto is zo schattig. Het is winter en ik ben degene in het blauw. Helemaal ingepakt. Dat soort foto's zijn altijd schattig. En nou, ik weet niet wie dit zijn. Misschien zijn het mensen van de crash of zo. Ik weet het niet precies. En hier heb ik een heel intieme foto. Ik en mijn broer in bad. Nou, het is hartstikke schattig. Nu heb ik hier een foto. En ik vond hem echt zo schattig toen ik hem zag. En ik kijk ook echt heel ondeugend. Maar mijn moeder zei ook van, ik was bij mijn oma thuis. En dit zijn de spullen van mijn neef. En daar mocht ik nooit aan zitten. En toen was die weg. En toen zei mijn oma zo van, doe maar gauw, gauw, gauw. En toen is ze ook snel een foto gemaakt. Maar dat is dus wel heel erg schattig. Hier is een familiefoto. Met, even kijken hoor. Nou. Ik ben de blonde hier. En dat is mijn broer. En dat is mijn moeder. En dit is mijn overgrootoma. Oma Bus, omdat ze altijd met de bus kwam. En mijn tante en haar zoon, dus mijn neef. En ik weet niet precies wat hier gebeurde, maar nou, het is wel een schattige foto. Hier gaan we nog een stukje terug eigenlijk. Een soort van samenfoto, maar deze is gewoon zo geweldig met mij en mijn broer. En ja, kijk, een beetje dramatisch, maar ik vond het wel schattig. Hier is een foto van mij en mijn vader. Maar ik vond mezelf wel lief. Ook weer ingepakt met roze laarsjes aan. En het ziet er gewoon ook zo droog uit. Gewoon hoe mijn vader daaruit ziet. Zo ouderwets. Hier is een foto in Griekenland. Ik vond hem heel schattig omdat ik echt zo aan het poseren ben. Maar dit was in een super 5-sterren hotel met een super mooi zwembad en zo. Maar dat was wel schattig. Ik kijk alleen een beetje matig, maar. En dan een paar foto's, want mijn tante heeft een keer met een fotograaf soort van uitgegaan. En die had toen allemaal foto's van mij en mijn broer en mijn neef gemaakt. Nou, deze is gewoon echt super schattig. Met de kabouter. Misschien herken je hem wel, want er is ook een tv-serie hiervan. En zo. En ik keek dat vroeger altijd. Ik was helemaal verliefd op deze kabouter. Nou ja, hier ben ik nog een keer. Ach, echt een klein modelletje. Hier zo. Samen met mijn broer en mijn neef. En ik doe een duckface. Ja. Ik vond mijn neef al een beetje raar. Het was een heel vervelende jongen, vond ik. En mijn broer. En hier zo samen met mijn broer. En dit is heel typisch, gewoon ook hoe mijn broer kijkt. En mijn moeder zei dat ik eigenlijk naar mijn broer wou kijken. Maar dat ik fotograaf zei van kijk in de camera, kijk in de camera. Maar ja, ik kon het niet heel lang volhouden. Maar weer met die kabouter. En nog een modellenfoto. Met de kabouter. Ja. Ik vind het wel schattig. Ik denk dat ik deze foto eerst moet. Een soort van klasfoto. Ik weet niet, volgens mij was het groep 1 of de crash. Ik denk dat dit de crash was nog. Ja, lijkt het. Heel veel mensen zeggen dat ik erop lijk. En andere mensen zeggen dat ik er absoluut niet meer op lijk. Maar ik weet niet. En dan hier de volgende klasfoto. En toen had mijn oma mijn haar geknipt. Toen zag ik er verschrikkelijk uit. En mijn moeder was zo boos. Echt niet normaal. Het ziet er toch ook. Ik zag er vroeger toch veel schattiger uit. En dit haar, het is echt verschrikkelijk gewoon. Maar ja. En toen. Hier is een foto van mij en mijn broer. Bij. We noemden het bos. Want mijn oma had een stuk bos. En daar stonden allemaal stakerenfans op. En daar ging ik altijd heen, samen met mijn broer, mijn tante, mijn oma en mijn neef. Nou,
En toen kwamen er op school ook samen foto's. Het is ook haar verschrikkelijk haar. Dat deed mijn oma altijd, zulk haar. Samen met mijn broer. Het is een beetje een rare foto. Het ziet er niet echt natuurlijk uit. Want het zijn deze foto's nog. En dan heb ik ook deze nog. Nu is wel schattig. En mijn oma was heel boos, want zoals je ziet zijn mijn voortanden eruit. En ze was zo boos dat ik lachte met mijn mond over. Maar ik bedoel, het is toch juist schattig. Iedereen vond dat, behalve mijn oma. En dan laatste foto uit Den Haag. En hier zie ik er een beetje raar uit. Ik ben gewoon een beetje stoned ergens, heb ik het gevoel. Nee, het is een beetje apart. Nou ja, weer echt verschrikkelijke kleding aan. Dat is een beetje raar. Mijn haar werd eindelijk wat langer. Maar het is een beetje een aparte foto. En toen verhuisden we naar Zoetermeer. En ik was weg bij mijn oma. Dus toen zag ik weer ineens zo uit. Een beetje losser, vrijer, relaxter. Maar ik vind het wel lief. En ik heb echt heel veel volume in mijn haar. Maar ik vind het wel schattig. Dat is mijn haar donker trouwens. En toen dacht ik van, kom, ik neem een pony. En nou ja, eerst vond ik het echt helemaal niet leuk. Maar als ik nu zo terugkijk, vind ik het er wel heel leuk uitzien. Ik vind het wel schattig. Nee, ik vind het wel leuk. En ja, ik heb eigenlijk heel weinig privéfoto's, vooral schoolfoto's uit deze periodes en zo. Dus daarom laat ik gewoon een klasfoto zien. Maar als ik ongeveer in de eerste en vooral in de tweede zit, dan komen er meer privéfoto's. En die laat ik dan ook via een slideshow zien. Omdat ik die niet uitgeprint heb, maar alleen op mijn computer heb staan. Maar ik ga nu eerst even verder met de volgende klasfoto. Oh kut, ik ben eentje vergeten. Ik ben hier nog een foto vergeten. Dat is van een poosje geleden, ook in Zoetermeer. Was ik toen al volgens mij. Samen met mijn broer. Ik had geen memory meer. Maar ja, nu heb ik even wat verwijderd. Maar ik weet niet precies waar we waren. Maar ik vond het wel een lieve foto. En dan heb ik deze klasfoto. En ik had mijn favoriete shirt aan en zo. En ik vond mijn haar super leuk. Met allemaal gel erin. Dat vond ik echt super cool. Maar dat was eigenlijk wat minder. Dit was in groep 6. Nee. Ja, ik heb wat foto's nog daarnaast wel. Eindelijk. Ik heb hier een foto met een muzikant, Eli. En die kwam een keer ergens langs. En toen had ik was helemaal gek van hem. Want hij was Engels en zo. En hij maakte muziek. Dat was zo cool. En hij stelt niet scherp. En hier zo gekke bek trekken met die gast. Oh, ik vond hem zo leuk. Hè? Ik zal zijn muziek wel straks opzetten. Kan je het horen? En hier nog een foto met mijn moeder. Helemaal in het roze gekleed. Toen zat ik volgens mij in groep, ik weet niet, 7 of zo. Maar het is gewoon verschrikkelijk. Kijk hoe gast. Maar ja. Dan heb ik nog 2 klasfoto's. Hier is eentje van groep 8. Ik begon een beetje alternatief te worden en zo. Nou ja, ik had nog niet echt make-up op, maar wel zwart en zo. En ik heb een super grote oorbelling. Ik weet niet, ik was een beetje poser, maar toch alternatief aan het worden. En dan heb ik de laatste foto die ik echt op foto heb. Deze. Die is in de tweede. En ja, toen was ik toch een beetje anders geworden. Maar ja, dus of ja, dit was in de tweede. Of de derde. Ik weet niet of de tweede of de derde was. Volgens mij 2. Maar ja. Ik ga nu even verder op de computer. En dus jullie gaan zien. Maar ik zal nog wel even praten en overal uitleg bij geven en zo.